Goedendag allemaal. Het is vandaag zondag 27 april 2014. Gisteren was het Koningsdag voor de allereerste keer. Het was een prachtige dag, mooi weer, volop festiviteiten. Iedereen blij, bekend iedereen blij. Koeien in de wei. Ja, en waarom kom ik nou op koeien in de wei? Want dat heeft natuurlijk niks met Koningsdag te maken. Maar koeien in de wei, er is plotseling een SP'er van de Socialistische Partij, geloof ik dat dat staat. Een zekere meneer Henk van Gerven, die heeft het nodig gevonden om aandacht te vragen voor koeien in de wei. Koeien moeten in de wei, zegt hij, want daar horen ze thuis. Ze horen niet altijd op stal te staan, want dat is tegennatuurlijk. Dat moeten we niet doen. En hij gooit de knuppel in het hoenderhok. Het was even wat stil, we weten het allemaal, er is alles veel over gepraat natuurlijk, en er zijn al heel wat woorden aan vuil gemaakt over die koeien, in of die nou wel of niet altijd in de wei moeten of altijd binnen kunnen staan. Maar het was even stil en we dachten nou, loopt allemaal wel weer eventjes af. Maar nou ineens dan komt meneer Henk van Gerven tevoorschijn en die zegt, die steekt zijn vinger op en die maakt een punt. Hij zegt, we moeten daar maatregelen voor nemen voordat het te laat is. Want ja, straks, dan gaat de quotering eraf en je ziet het al gebeuren. Hij kent natuurlijk de mentaliteit van de boeren in Nederland, vooruitstrevende, actieve ondernemers die willen groeien en vooruit willen boeren. En hij zegt, straks komen er nog meer koeien en die koeien moeten ergens blijven. Natuurlijk, het is allemaal wel grondgebonden, dat weten we wel, maar ze willen die grond zo nuttig mogelijk gebruiken en dan gaan ze die koeien op stal houden, want dat werkt efficiënt. En wat is er dan aan de hand? Dan lopen we straks buiten en dan zien we alleen maar groene weiden, maar er staan geen koeien meer in. Ja, dat is natuurlijk wel een punt wat hij daar weet. Hè? En hij wilde ook nog verder gaan. Hij zegt, kijk, we moeten een wetsvoorstel indienen en we moeten daar achter gaan staan als Kamer. Dat we die boeren, die melkveehouders, die van plan zijn uit te gaan breiden en nieuwbouwplannen indienen, dat die tegelijkertijd verplicht worden om een x-aantal dagen per jaar die koeien buiten te laten grazen en niet constant op stal te houden. Nou, dat grijpt er nogal in als je dat voor elkaar zou krijgen, want dan worden we toch weer maar eens als melkveehouders onder curatele gesteld. De overheid die toch al zo'n berg met regeltjes heeft, die zou er dan nog een nieuw regeltje bij krijgen, waarbij jij als boer een soort dagboek, een buitenloopboekhouding moet bij gaan houden naast alle administratie die gelet. Of misschien dat die koeien zelfs een extra enkelband krijgen, waardoor dat ze kunnen zien van hoogrand, van achter de computerschermen, welke koeien nou wel en welke koeien niet naar buiten zijn gegaan. Kijk, het is natuurlijk best wel een punt, want het is niet helemaal nieuw. Er is een tijd geweest dat een hoop van die Oost-Brabantse en Brabantse boeren die uitgekocht werden door de steden en dan met een dikke zak geld natuurlijk elders moesten gaan investeren en dan naar Zeeland trokken, naar de provincie Zeeland. En daar natuurlijk zagen die grote akkerbouwgebieden en waar ze boerderijen kochten en dan melkveebedrijven gingen stichten. En daar waren er ook bij die op een zeker moment besloten om die koeien nog binnen te houden. En toen waren er bepaalde gemeenten in Zeeland die zei, luister eens, alles goed en wel, jullie mogen wel komen met die koeien, dat is prima, dat is diversiteit, maar je moet wel die koeien buiten weiden en niet constant op stal houden. Nou, dat was een voorwaarde, dan wisten wat aan toe was en ja, dat was ook wel omstreden, maar men kon daarmee leven. En wat natuurlijk die Henk van Gerven nou zegt, daar zit wel een punt in. We moeten natuurlijk niet heiliger, onszelf niet roomser voor willen doen dan de paus. Elke boer die weet ook wel dat koeien, het mooiste van koeien is als ze in de wei lopen. Dat is gewoon waar. Wat is er nou mooier dan naar een koe? Als er niet al te veel lawaai is en geluisterd naar het grazen van die koe. Dat hij dat gras zo met die bek wegtrekt en je hoort dat malen en dat trekken van dat gras. Dat is natuurlijk mooi. De zon erop schijnt, de koeien prachtig in de wei liggen. Het is allemaal zo idyllisch en zo mooi. En we moeten natuurlijk als boeren ook wel eerlijk zijn dat het allermooiste is dat de koeien in de wei kunnen lopen. Maar ja, waar hebben wij die koeien voor? We hebben ze niet om voor het mooi. We hebben ze natuurlijk toch wel om geld mee te verdienen.
Ze moeten melk produceren. We moeten natuurlijk voordelig kunnen werken. Efficiënt moet het gras gebruikt worden. En ja, dan is natuurlijk het binnenhouden van je koeien achter een mooie stal voor het, ja, het meest voor de hand liggend. Maar ja, Henk van Gerwen, we staan natuurlijk niet alleen. He, want er zijn best een hoop mensen die achter hem staan en het valt me mee, want de dierenpartij die zal wel meesmuilend kijken en denken, verdorie, dat hadden we eigenlijk wij moeten zeggen. Maar Jan Thieme die pakt een zakdoekskin en die droogt er tranen. Die denkt, goddomme, die van Gerwen, die is me voor. Kijk, ook de zuivelbedrijven, Campina, Friesland Campina, die stimuleert het. Die betaalt wat meer aan die boeren die de koeien buiten laten lopen. Ze zetten het ook op een heleboel van hun producten, wat je het leest in het schap. Product van melk van 100% buitenloopkoeien enzovoort enzovoort. Dus men wil er eigenlijk wel aan. De maatschappij is er best wel rijp voor. En dan moet het niet al te dramatisch bekijken, want in feite lopen de meeste koeien nog buiten. Zo is het wel. Maar er is een tendens dat er steeds meer binnen worden gehouden. Ja, en dat, nou kun je natuurlijk zeggen, op dit moment zou je nog kunnen zeggen, we kunnen nu nog ingrijpen. We willen niet hetzelfde wat we nou met die varkens hebben en met die kippen, wat alles binnen zit en dat je van buiten niet meer kan zien wat er aan de hand is. De natuur die moet natuurlijk toch zijn weg krijgen. En dan zullen best een heleboel melkveehouders zijn die een slimme manier vinden om de combinatie te houden van deels weidegang, deels op stal. En laten we wel wezen, in de winter, dan moeten ze gewoon op stal staan, want dan is buiten niks te vreten. Dus dan moeten ze gewoon binnen staan. Maar ja, en dan zomer wordt en voorjaar, nou, dan zijn er toch maar zat boerenbedrijven, die hebben een mooie huiskavel en daar kunnen dan toch een stukje van gebruiken. Ook al hebben ze een robot, hè, ook al hebben ze een zogenaamd automatisch melksysteem, maar dan kunnen de koeien niet al en dan natuurlijk veel te ver af van die robots laten weiden. Ze moeten wel geregeld daarbij kunnen, maar dan kunnen we toch nog een mooie huiskavel maken. Niet al te groot rondom de stal, zodat die koeien toch regelmatig naar buiten kunnen. Wij moeten als boeren natuurlijk ook onze eigen verantwoordelijkheid goed kennen. Ja, we staan alweer helemaal in de open lucht. We worden nog net natuurlijk, laten we zeggen, geen museumstuk. Ja, want dat zijn we helemaal niet met onze moderne methode, maar men wil de koe in de wei zien. Nou, laten we daar dan zoveel mogelijk aan meedoen. Dan komen we natuurlijk toch een klein beetje tegemoet aan al die wensen van al die mensen die eigenlijk niet precies weten waar ze het over hebben, maar alleen maar willen zien, iets moois willen zien. En die portemonnee daar natuurlijk niks mee te maken heeft. Maar ja, dan moeten we weer oppassen, want dan krijgen we natuurlijk toch weer hele rare dingen. Er zijn mensen geweest die zeggen, ja, die koeien buiten lopen, die laten allemaal scheten en die scheiden in het land en die piezen en doen wat. En dat verontreinigt de lucht. Schetenbelasting hebben ze het alles over gehad in Denemarken. Ja, je krijgt dat natuurlijk ook niet echt goed voor elkaar. Maar dan krijg je toch wel weer een heel ander geval van mensen die daar dan wel weer op zullen vallen. Hè? Dan blijft natuurlijk de vraag nog over, los van het feit of die koeien mooi buiten lopen of binnen staan. En of ze het goed hebben of ze het naar de zin hebben. Is er verschil in smaak? Want ja, nou, het is natuurlijk wel een mooi geraffineerd puntje van die zuivelverwerkende bedrijven om de suggestie te wekken dat melk van koeien die buiten lopen anders smaakt, beter smaakt dan van koeien die binnen lopen. Wij weten bijna zeker dat dat onzin is, gewone kwats. Want als je die mensen een blinddoek voor zou doen, die zogenaamde proevers, en je zou zeggen, nou, hier had een glas melk van een koe die buiten die in de wei gelopen heeft, en die had een glas melk van een koe die geleefd heeft op kuilvoer en maïs enzovoort enzovoort. Zouden jij dat dan proeven? Ik betwijfel het sterk, maar als je die suggestie nou maar kunt geven, en we hebben het al eens eerder gezegd, het maakt niet uit of het waar is, als je het maar gelooft. Hè? En dat is natuurlijk het hele punt. Maar goed, buitenmelk, binnenmelk, we moeten er allemaal toch eigenlijk een klein beetje mee om leren gaan. Onze koeien, dat zijn alweer allemaal prachtige dieren. Nederland is groot geworden met zijn zuivel. En we staan voor grote veranderingen, want in 2015 wordt de melkquotering afgeschaft. Dat weten we allemaal. En er zitten een hoop van onze collega's, die zitten natuurlijk toch eigenlijk te popelen om hun bedrijven uit te breiden. Ja, en dan, laten we dan maar meteen de zaak goed aanpakken. En wel, we proberen de koeien zoveel mogelijk in de wei te houden. Dan is iedereen tevreden. En als wij dat efficiënt als melkveehouders oppakken, dan moet dat ook wel lukken. Laten we ons verstand gebruiken en we willen niet
met alle respect voor onze collega's in de varkenshouderij en in de pluimveehouderij, we willen toch absoluut niet diezelfde richting opgaan. Mannen en vrouwen, ja, het is vandaag zondag de 27e april en er is nog nauwelijks regen gevallen. Het is nog, ja, omdat het nog niet extreem heet geworden is, hè, nog extreem hoge temperatuur, kan het allemaal nog, maar we zitten eigenlijk toch best wel een klein beetje te schreeuwen om wat mooie regen. Want wat hebben wij hier gehad? Een paar forse buien met hagelstenen zo groot als knikkers. En dan schrik je toch wel even, want de gewassen zijn gelukkig in dat opzicht nog niet groot genoeg om er al te veel schade aan te richten. Maar als je dan, we zaten in de auto en je hoort dan die hagelstenen op dat dak kletteren, dan moet je er toch niet aan denken dat je hoe suikerbieten al zo het staan en dat er zoiets op neerklatst. Hè. En dan begrijpt je maar weer, wat buiten loopt, dat is dan risico onderhevig. En als onze koeien buiten lopen, die kunnen wel tegen een buikje en die gaan met de kont naar de regen staan als het regent. En ja, die redden dat wel. Mannen en vrouwen, geniet van de mooie week die gaat komen. We gaan de meimaand in. Hè. De meimaand, dat is toch altijd heel wat bijzonders. En ja, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van en een mooie week. En tot volgende week. Houdoe.